Minister Misikaba motiveert jongeren van Marowijnen. In de bauxietstad Mungo werd voor de tweede keer het Marowijnen Scholieren Songfestival gehouden. Het festival dat voor dit jaar op vrijdag 28 juni 2019 plaatsvond, wordt jaarlijks georganiseerd door ET Promotion met als doel jongeren te motiveren om hun talenten goed te gebruiken. In totaal hebben 24 deelnemers vanuit verschillende dorpen en scholen meegedaan aan de voorronde. Uit deze groep zijn 12 gekozen voor de finale. De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, André Misikaba, werd voor deze gelegenheid uitgenodigd door de organisatie om een motivatiespeech te houden. Misikaba, die warm is onthaald in het Ronnie Brunswijk Stadion, heeft de jongeren gemotiveerd om niet op te geven, maar door te zetten in het leven. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.